Dit is de start voor de vreemdste veldloop die Nederland kent en die met atletiek niets te maken heeft. Wel met kamperen. Al deze mensen rennen namelijk om het hardst, om de plaats te veroveren waarop ze van de zomer graag letterlijk hun tenten willen opslaan. Het kampeerterrein in Bakken moet elk jaar op deze wijze worden verdeeld, omdat er anders ruzie gemaakt wordt over de plaatsen. Dat wordt nu vermeden. Het ging over kamperen. En allemaal oude mensen van vroeger wouden kamperen. Want vroeger deed je altijd dat op school en zo en nu kan het niet meer. Je kan je er niks, maar dan ook niks bij voorstellen. Je ziet gewoon keurige mensen in lange jas, maar half in pak, rennen voor een kampeerplek. Hier is het dat ze zoveel fikkies kunnen stoken als ze maar willen, zonder de kans te lopen een bekeuring te krijgen. Hier kunnen ze een beetje opdrogen bij de kachel en weer op krachten komen door wacht, een kop lekkere sterke thee. Specialité de la maison. Nee, weg, hebben ze geen eigen huis. Maar ze houden niet alleen van thee. Ze houden ook van dieren, kippen, konijnen en duiven, die ze vaak niet kunnen houden op het voor- of achterbalkon van de etagewoning in de stad. Jongensland Oost is een jongensdroom die werkelijkheid werd. In dit zomerrijk waar je alles mag doen. En het is gewoon heel anders nu. Nu zitten kindjes toch thuis gewoon te gamen en te PlayStation en zo. Ze willen denk ik niet eens buiten spelen. Dat is heel stout. Als je bijvoorbeeld die jongetjes boven in die paal ziet hangen, zo onbezorgd als je dat hier ziet, kan dat tegenwoordig denk ik niet meer. Ik hoop dat het dikke kleuren is. Merkwaardige ontdekking. Steeds meer mensen nemen hun fietsen mee als ze op vakantie gaan. Zelfs naar het buitenland. De grote uittocht, met onder andere 250.000 bouwvakkers, is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Statistici hebben vastgesteld dat ongeveer de helft in eigen land blijft. Vandaag komt mijn tweelingbroer terug uit Curaçao. Een ander huisgenootje van me is nu in Brazilië, een ander is in Bolivia. Weet je, nu is het echt een soort van, moet ik mee naar de camping? Wil ik naar de camping? Nee, eigenlijk niet. Ik zou het liefst voor vakantie gewoon met Johnny Depp ergens willen zitten, op een terrasje of zo. Dat is een leuke vakantie, maar dit stelde echt niks voor. Dan ben ik liever aan het werken.